Ik zit hier op mijn thuiskantoor, midden in de coronacrisis, en naast mij zit Imke Hornings. En ik ga met haar praten over de implementatie van een nieuwe regeling bij het UWV. Imke, welkom. De eerste coronalockdown, dat overviel ons allemaal. Waar was jij toen het gebeurde? Ja, ik zat midden tussen huizen. Ik was net een nieuw huis aan het kopen, dus dat kwam vrij plotseling. Maar gelukkig wel alles nog goed af kunnen ronden en hebben we op tijd alles kunnen regelen. Maar het was een spannende tijd. Ja, en toen gingen we helemaal naar online. Ja. Jij zat bij het UWV. Ja. Alles veranderde. De overheid greep in en begreep ook dat getroffen mensen gecompenseerd moesten worden. Hoe kwam jij erachter dat er een nieuwe regeling kwam? Ja, natuurlijk via het werk, want wij werden goed op de hoogte gehouden. We hebben een intranetpagina, dus daar was al vrij snel de eerste berichtgeving over dat wij die regeling gingen doen met het UWV. Dus op het begin nog een heel klein clubje, want het was zo'n grote nood dat ze in eerste instantie bedachten, we moeten zorgen dat de regeling aangevraagd kan worden. Dus eigenlijk nog voordat we wisten wat precies de wet en regelgeving ging worden, was wel het aanvragen als eerste mogelijk gemaakt. Die regeling, dat is de NOW-regeling, toch? Ja. Waar staat dat precies voor? Dat is de noodmaatregeling overbrugging werkgelegenheid. Dus in de notendop betekent dat dat je bedrijven die omzetverlies lijden en personeel in dienst hebben, die krijgen daar compensatie voor. Als hun omzetverlies groter dan 20% is, en dan kunnen ze in het loon van hun personeel tegemoetkoming tot wel 90% ontvangen. Afhankelijk van het omzetverlies wat geleden is. Nou ja, er was natuurlijk ons onmiddellijk snel behoefte aan die regeling. Wat zou jij nou eigenlijk als minimale vereisten zien om dit project te kunnen starten? Dat is mijn vraag straks aan Imke, maar ik leg hem ook even neer bij het publiek. Want dit is een stelling waar we het straks verder over zullen hebben. Maar Imke, eerst voor jou. Wat wist je eigenlijk over de NOW-regeling toen jullie begonnen? Ja, helemaal niks. Wij wisten eigenlijk net zoveel als de burger. De NOW-regeling is tijdens die eerste vormgeving van we gaan compenseren, omzetafhankelijk, loonafhankelijk. Zijn de details, die waren allemaal nog in uitwerking. Dus. Hoeveel tijd kregen jullie om het allemaal te implementeren, die regeling? We zijn gestart met de processen. Daar kregen we 6 weken voor. Moesten nog alles opzetten. Dus ook de hardware en de software installeren. En in de tussentijd kwam de regeling op orde. Dus daarna zijn we eigenlijk gelijk gestart met een periode van 6 weken met wet en regelgeving omzetten in Rol Express, in de regels om te implementeren. En na die 6 weken, toen hadden we ze geïmplementeerd staan, hè, dus konden beslissingen geautomatiseerd worden. Hebben we nog een periode gehad van 6 tot 8 weken waar we nu in zitten met de uitwerking daarvan. Namelijk welke data ze gaan gebruiken en ook het uitleggen aan de gebruiker. Ja, en in die periode bleef de regeling stabiel? Nee, en dat was ook wel het fijne van deze regelgeving. Hij was in grote lijnen wel uitgewerkt, alleen de details die volgden steeds verder. Met andere woorden, je moest de regeling elke keer op korte termijn toch weer aan kunnen vullen en uit kunnen breiden. En natuurlijk kwamen er ook bij ons uit het testen van de regels kwamen er vragen die nog niet duidelijk in wet en regelgeving verwoord waren. Dus het was een nauw samenspel, ook met de wet en regelgeving, om dit op orde te krijgen. Nou zeggen ze wel, never waste a good crisis. Was dit nou eigenlijk ook een opportunity? Zeker. Er was nog zoveel twijfel of dit wel de manier was om te werken. Want we waren pas net gestart. We hadden pas net de basis liggen om regels te kunnen schrijven en executeerbaar te maken. Dus toen ik zei, dat wil ik dan wel ook gelijk met deze wet en regelgeving doen. Toen waren er wel een paar wenkbrauwen die even omhoog gingen. Moeten we dat nu willen? Ja, want dit is dus de eerste grote implementatie van het UWV dan met deze methode, deze werkwijze? UWV is al een tijdje bezig met de methode, maar dat is voor een heel groot project. Maar om een kleine set aan met een regelgeving en 1 keer er doorheen te duwen echt van het ontwerp tot aan het testen. En
En zeker in zo'n korte periode, dat hadden we niet eerder gedaan. Wat was nou doorslaggevend om voor een zeg maar, regelgebaseerd systeem te kiezen in deze methode? Ik denk ook omdat ze wisten dat het nog niet helemaal uitgeschreven was. Dus als je het echt hardcoded ging implementeren, dan heb je elke keer weer dat je moet gaan zoeken van waar zit nou het verschil tussen wat we geïmplementeerd hebben en de wet. En dit is een hele transparante methode. Dus wij konden elke keer heel transparant zijn over welk stuk wet en regelgeving moet dat eruit komen in de systemen. En daarmee was dat makkelijk aanpasbaar. En we wisten dat het nog heel veel ging wijzigen. En dat doet het ook. Ja, want jullie hadden op het allerlaatste moment voor de livegang nog wijzigingen, heb ik begrepen. Ja. Ouderwets is altijd dat je als je gaat implementeren, dat je ook een periode van freeze hebt. En dat je eigenlijk 14 dagen van tevoren niks meer aan wil raken. Dat je zeker wil weten dat je dat gaat implementeren. Nou, dat ging bij ons helemaal niet. De wet die bleef veranderen. En ook uit het testen kwam elke keer weer hele finesse regels naar boven. Als je nou naar boven af gaat ronden, noemen we dat dan vanaf alles boven de 0,1? Of gaan we echte wiskundige afrondingsmethodes hanteren? Dat was op het begin allemaal nog niet beschreven. Dus dat kwam echt een paar dagen voordat we het echt gingen gebruiken pas. Ja. Ik breng mij op een stelling voor het publiek weer. Had het ook met een andere methode gekund? En zo ja, welke? Denk daar eens over mee, want dan praten we daar straks over verder. Wat was nou goed aan deze keuze, voor deze aanpak? Wat hebben jullie eigenlijk geleerd? Ik denk dat het meeste wat we geleerd hebben is dat als je dedicated met een team erop zit, dat zich hier volledig aan kan toewijden. En als je de goede samenwerking elke keer zoekt van de wetgever naar eerst het beschrijven in implementatie onafhankelijke regels. En dan vervolgens echt gaat implementeren. En dan elke keer weer terugpakken naar degene daarvoor. Dat hij elke keer mee kan reviewen. Dat je dan echt heel hard kan gaan. En dat je dus echt in een multidisciplinair team zoiets echt heel snel neer kunt zetten. En ook weer heel snel aan kunt passen. Zou ik dan eigenlijk kunnen zeggen dat uitlegbaarheid en transparantie als een soort van vliegwiel werkt? Dat is echt de rode draad. Dat is de rode draad met alles wat we gedaan hebben. Omdat je elke keer een stap zet die uitlegbaar is voor degene die daarvoor zit en moet reviewen. Daardoor heb je zo'n transparante keten eigenlijk van wet naar loket noemen we dat wel eens neergelegd. Dat je heel snel ook weer wijzigingen door kunt voeren. Omdat alles zo transparant is. En helpt dat ook nu bij het implementeren, nu de regeling live is, dat een ondernemer heeft vragen of vindt het onterecht dat hij iets wel of niet krijgt? Helpt dat daar ook bij? Zeker. Toen we de regels neer gingen schrijven, was het een eerste instantie van de afdeling uitkeren, want die ging de berekening maken in de wat lastigere gevallen. En we zijn ook cross-domain gaan checken, want wij hadden de regels, maar er was een ander systeem. En die had het geïmplementeerd staan, wel in harde code, dezelfde regels. En het was voor het eerst dat we elkaar echt konden controleren over de afdelingen heen. Met daaruit ook goede resultaten. En daarna kwam er ook echt een samenwerking tussen heel UWV. Inmiddels worden de regels niet alleen meer door uitkeren gebruikt, maar ook bezwaren en beroepen en handhaving. En zeker met divisies zoals handhaving, daar komen de klachten. Of dat was bezwaar en beroep, niet handhaving. Precies, ja. Ja. Zeker de divisie bezwaar en beroep, die handelt de klachten af. En dat komt omdat elke onderneming is ook uniek. Kan in precies een andere situatie zitten als waar de regeling voor bedoeld is. Ja. En daardoor moet er altijd even gekeken worden naar die individu. Maar de regels moeten nog steeds gebruikt worden. Ja, dat klinkt wel als een hele positieve casus voor het business rules gedachtegoed. Kan je nou ook nog wat nadelen bedenken? Wat je misschien nu met de blik van nu anders had willen doen? Nog meer de eindgebruiker erbij betrekken. Dat is met name de fase waar we nu in zitten. Dat zeker nu er zoveel eindgebruikers aangehaakt raken. Dat de eerste groep waarmee je het gedaan hebt, die snapt de regeling. En we hebben heel veel aandacht besteed wel aan het omschrijven van alle data die je in moet voeren.
Toch is het dan voor een tweede gebruiker best lastig om daar weer in te komen. En ja, we wisten dan natuurlijk ook nog niet precies wie alle gebruikers zouden zijn op het begin. Maar als ik het nou opnieuw zou doen en ik zou beter weten wie de gebruikers zouden zijn, zou ik die nog meer mee laten doen. Ja, en betekent er zijn dat dan, bedoel je met gebruikers, de mensen die de regeling dus aanvragen, dat waren eerst vooral misschien horecaondernemingen en nu ook fysiotherapeuten, of hoe moet ik dat zien? Hij is beroepsgroep onafhankelijk. Oké. Ik heb met name over de gebruikers die de regelingen binnen UWV, dus die moeten bepalen hoeveel krijg jij nou als ondernemer. Ja. Dat is zo divers, die divisies. Ja. En die zijn, sommigen zijn pas heel laat aangehaakt, omdat we eerst de basis moesten hebben staan. Gewoon uit kunnen betalen en gewoon een eerste beschikking op een regeling kunnen treffen. Ja, ja. De rest komt later, zeiden we dan. Maar dat is ook allemaal wel binnen een paar weken later. Dus nog steeds snel. Een ontzettend leuk project volgens mij. Ik zou nog 1000 vragen over kunnen stellen, maar ik wil graag ook het publiek de gelegenheid geven om er straks aan mee te doen. Ik wil je voor nu heel erg bedanken en fijn dat je dit allemaal met ons wilt delen. Zeker. Dankjewel, Sylvie. Ja.